Woensdagavond speelde Ajax onder 19 tegen Real Madrid. Zaterdag was AZ onder 19 de tegenstander op de toekomst. Met onder andere Freek de Jonge en de gebroeders Witsche als toeschouwer. Hier Boy Kemper. Kemper met het overzicht. Kijkt en verstuurt een schitterende paas op Kai Sierhuis. Sierhuis aan een moeilijke hoek. En de redding van Doeman List. Eerste mogelijkheid voor Ajax onder 19. Dan een paar minuten later. Bakboord op Lopez. Voorzet. Sierhuis verlengt. En dan Nunnally met de kans. Maar op de lat. Jay Nunnally. Goeie aanval van Ajax. De voorzet. Sierhuis met het hakje. En Nunnally knetterhard op de lat. Dan AZ met Jurie Church, de centrale verdediger. Met een paas op Myron Boadu. Boadu met wat ruimte. Gaat de combinatie aan met Ferdi Druijf. Boadu wordt er geraakt. En dan is het een penalty. Volgens scheidsrechter Drijfhout. Protesten bij Ajax. Maar in de slow-mo wordt het een stuk duidelijker. Boadu geraakt door Matosiwa. En dan het duel Bijleveld versus De Lange. En Jeffrey De Lange redt. Goede ingreep van Jeffrey De Lange. Op de poging van Teun Bijleveld. En dan Ajax met Dani de Wit op Navajo Bakboord. Vandaag spelend met een masker. En dan is Ajax weg met Jay Nunnally. Nunnally met ruimte. Nunnally wordt er aangeraakt. En dan krijgt Ajax een strafschop. Onbegrip bij AZ. Nunnally razendsnel wordt daar geraakt. In het 16 meter gebied. Maarten List versus Kai Sierhuis. Sierhuis en droog ingeschoten. List kansloos. Ajax op een 1-0 voorsprong. Door een doelpunt van topscorer Kai Sierhuis in de 30ste minuut. Felle duels op het middenveld met onder andere Dani de Wit. Dan AZ probeert eruit te komen, maar Bakboord onderschept. Goeie paas op Noah Lang. Noah Lang met ruimte. Op Anderson Lopez. Anderson Lopez met de kans, maar List ertussen. En Justin Bakker zorgt voor opruiming. Na deze poging van Anderson Lopez. Dan zijn we in de tweede helft. Met Jurie Church namens AZ. Church opent op rechts. Kaandorp gaat langs Kemper. Bal weer bij Church met de steekbal. Op Kaandorp, kans voor AZ en dan de lange uit zijn doel. Komt in botsing, maar het spel gaat gewoon verder. Voorzet en het is Druijf die gelijk maakt. Verwarring achterin. De lange ligt nog steeds op de grond. Protesten natuurlijk bij de scheidsrechter. Na deze situatie. Hier nogmaals. Beide gaan voor de bal. En blijven liggen. Maar het spel gaat gewoon verder. En het is Ferdi Druijf. Die AZ op gelijke hoogte kopt. Nog even overleg, maar er verandert niets. Stand is 1-1. En daar een foutje van Mitchell Bakker. AZ weg. Teun Bijleveld. Met een mooie paas op Ferdi Druijf. Met een kans. Druijf over. Wat een grote kans voor AZ. En weer de ploeg uit Alkmaar in de aanval. Bijleveld met de opening. De voorzet wordt eerst geblokt. Nieuwe poging. Kopbal Boadu, maar de bal gaat over. Gevaar geweken. Dan Ajax met de vrije trap. Hoog voor. Kopbal van Dani de Wit. En dan invaller Gian Fleming met een mooie bal. Het gaat maar net over. Geen hoekschop. Maar wel een goede poging van Gian Fleming. Ziet de trainer Aaron Winter. Dan de vrije trap van Boy Kemper. De Wit en Hoedemakers naar de bal. Blijven liggen. Dan Gian Fleming in de naastoot. En de redding op de lijn van Church. Het is spannend. Ziet ook Sjaak Zwart. We zijn in de blessuretijd. En Ajax op jacht naar de overwinning. Bal wordt doorgekopt en komt terecht bij Martijn Kaars. Martijn Kaars legt hem terug op Sian Fleming. Schot en die bal zeilt over de kruising. Goede poging van Sian Fleming. Ziet ook Simon Taamata. En dan nog een corner voor Ajax. Bal wordt weggekopt. Bal komt terecht bij Jay Nunnally. Schijnbewegingen, dan de voorzet. Kaars en Sierhuis naar de bal. En List bokst hem weg.
En dan Zien Flemming met links. Maar ook hem lukt het niet om door de muur van de Alkmaarders te komen. De wedstrijd zit erop en de onder 19 moet genoeg nemen met een 1-1 gelijkspel. En blijft daardoor steken op een vierde plaats op de ranglijst.